De competities. En bij de competities moet je eventjes heel goed weten hoe zit het met de verschillende soorten competities. Want daar zijn regeltjes voor. Kijk eventueel dus in je boek terug naar als je hier vastloopt, omdat je niet goed weet welke competitie, hoe dat werkt. Even terugkijken in je boek of kijk even het filmpje over de verschillende competitiesoorten. Die theorie heb je wel nodig. Zit heel vaak in de toets ook. Nou, hier zie je staan. Je hebt zeg maar 64 deelnemers en die gaan een hele competitie spelen. Hele competitie betekent een keer tegen zichzelf ook zeggen, een keer tegen de ander, tegen ieder ander speler, twee keer. Dat betekent een hele competitie. Maar je kunt niet tegen jezelf spelen. Dus daar zit nog een add-on, dat ga ik straks vertellen. Daarna gaan ze met 16 spelers door. De 16 hoogste spelers, daar gaan ze mee door. Dus het afvalsysteem doen ze met 16 en de hele competitie doen ze met 64 deelnemers. Daarna gaan we kijken hoe zit het met Jan en hoeveel spelen heeft hij gedaan en hoeveel partijtjes, maar dat komt later. De hele competitie, wat betekent dat nu nou? Je hebt 64 deelnemers. Die spelen tegen ieder twee keer. Maar je kan dus niet tegen jezelf. Dus dit is dan niet 64 partijen, maar 64 keer 63 partijen. Dus in de hele competitie, ik moet hem eventjes draaien, mijn blaadje, want ik weet het niet aan mijn hoofd. Zijn collega's van mij die kunnen dat echt heel goed. Ik ben er niet zo goed in, ik kan het niet uit mijn hoofd. 4032. Dus 4032 partijen wordt er eigenlijk in het eerste stuk gedeeld gespeeld. Dus je gaat verdelen. Eerst staat er een hele competitie, dat is het eerste stuk. En dan krijg je nog met het afvalsysteem. Dus je hakt het in twee stukken. De hele competitie, als er drie delen zijn. En soms hebben ze ook nog een halve competitie ertussen zitten, zeg maar. Dit zijn de aantal partijen bij de hele competitie. Nu gaan ze met de 16 afvallers gaan ze door. Of de 16 beste gaan ze door en dan gaan ze het afvalsysteem spelen. Hoe werkt dat nu? Nou, ze gaan starten met 16 deelnemers en die gaan ze tegen elkaar laten spelen. Dus dan krijg je, en de beste gaat dan steeds door en de slechtste valt af van die twee. Dus de winnaar gaat door, de verliezer valt af. Nou, voor 16 mensen, dan moet je even goed opletten. Sommigen doen nu 16 plus, sommigen doen dit. 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Dan ben je goed op weg, maar dan maak je een denkfout. De denkfout die je dan maakt is de volgende. Als je begint met 16 spelers, als die iets tegen elkaar spelen, heb je dus 8 wedstrijden. He, want spelen 1 tegen spelen 2 zijn 8 wedstrijden. Dus reken eerst uit met hoeveel wedstrijden start je. Je start met 8 wedstrijden. Van die 8 wedstrijden gaan steeds de winnaars door en die gaan weer tegen elkaar. Dus dan krijg je weer de helft van het aantal deelnemers blijft over. Dus dan krijg je ook de helft van het aantal wedstrijden. En zo ga je door. Tot aan de finale. En dan kom je dus uit op 15. En dan krijg je dus in totaal 4032 plus 15 is gelijk aan 4047 partijen. Let goed op. Soms zeggen ze dat er ook nog dat de afvallers dat er ook nog gespeeld wordt om de derde en de vierde plaats. In dat geval heb je hier nog een wedstrijd erbij. He, dan ga je dus door tot aan de finale, maar dan wordt er ook nog bepaald, ja, wie is derde? Dus dan moeten nummers 3 en 4 ook nog tegen elkaar. Nou, dit is hoe het systeem werkt. En waar zit nu het gemeenigheidje? Dat je hier niet 64 keer 64 moet doen, maar 64 keer 63 is een algemene regel. En bij het afvalsysteem even opletten, met 16 deelnemers heb je dus begin je met 8 wedstrijden en dan mag je pas gaan halveren en dan even bij elkaar optellen. Nu gaan we naar Jan. Jan eindigt als tweede. Hoeveel partijen heeft hij gespeeld? Nou, hij komt in de finale. Dat betekent dat hij verliest. Maar hij speelt hem wel. Want als hij tweede wordt, heeft hij die finale mogen spelen. Helaas verloren, wel gespeeld. Nou, als we nu gaan kijken, hoeveel partijen heeft Jan gespeeld? Nou, er zijn 64 deelnemers. Dan heb je dus 63 anderen en die ene is Jan. Die ene is Jan. En dat is die ene van de 64. Hij speelt twee keer tegen ieder ander. He, want dat is een hele competitie, dat moet je weten. Een hele competitie is twee keer tegen de ander spelen. He, dus een keer uit, een keer thuis, zeggen ze ook wel met voetbal en zo. Dus hij speelt twee keer. Dus hij speelt niet 63 partijen. Nee, hij speelt twee keer tegen die mensen. Nou, hij kan niet tegen zichzelf. Dus je speelt 63 keer 2. In de hele competitie, dat eerste stuk zeg maar. In die hele competitie speelt hij dus 126 partijen. 126 partijen. Dat is in het eerste stuk. Dan gaan we kijken naar het tweede stuk. Dan komt dat afvalsysteem. Nou, dan had je eerst dat ze 8 wedstrijden hadden.
Die speelt hij. Dan had je dat er nog vier wedstrijden waren. Hè, van de winnaar tegen de winnaar. Haalt hij ook nog. Tel hem ook mee. Dan komt hij in de kwartfinale. Dus dat is de halve finale, denk ik. Halve finale. Ben niet zo niet thuis. En dan hebben we natuurlijk de finale. Die mag hij ook spelen. Dus hij speelt uiteindelijk ook nog vier wedstrijden. Hij speelt uiteindelijk nog vier wedstrijden. Dus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Dat zijn niet een aantal wedstrijden. Nee, dat zijn de partijtjes per ronde. En je moet dus eigenlijk kijken hoeveel ronden speelt hij. Nou, eerste ronde, in de tweede ronde mag hij nog meedoen. In de derde ronde mag hij nog meedoen. En in de vierde ronde mag hij nog meedoen. Want hij wint uiteindelijk niet de finale, maar hij speelt hem wel. Dus het aantal partijen is 126 in de hele competitie. Want dan speelt hij tegen iedere ander. Dat zijn er 63. Twee keer, dus 63 keer 2. Dat was die 126. In het afvalsysteem begin je met 8. Want je hebt 16 deelnemers nog. Dan beginnen ze dus met 8 wedstrijden. Dan 4, dan 2, dan 1. Maar hij speelt natuurlijk niet al die 8 wedstrijden. In die eerste ronde speelt hij van die 8 wedstrijden. Doet hij er maar 1. Want in iedere ronde speelt hij maar 1 keer. Kan niet anders, hè? En als je dat nu lastig vindt te volgen, kijk dan even het stukje over afvalsysteem. Daar leg ik uit hoe die partijen verdeeld worden en hoe vaak iemand hem dus speelt. Dus in het afvalsysteem heb je hier 4 rondes zitten. Je begint met 8 wedstrijden, dus in ronde 1. Dan krijg je de nieuwe ronde. Daar staan er nog maar 4 tafels met een schaakbord. Dan heb je nog maar 2 tafels met een schaakbord. En tenslotte nog maar 1 tafel met een schaakbord. Maar hij kan ze niet alle 8 spelen. Hij speelt maar 1 van die 8. Die wint hij. Dan mag hij door naar de volgende ronde. De volgende ronde zit hij weer aan 1 van de 4 schaaktafels. Hier zit hij aan 1 van de 2 schaaktafels. En hier zit hij aan de finale tafel. Dus die 4 moet je erbij optellen. En dan kom je uit op 130. Zoveel partijen heeft hij gespeeld. Bedankt voor het kijken. Tot het volgende filmpje. Doei!